Hallo Chess, iedereen. Ja. Neem jullie vandaag even mee in onze ambulante rondes als outreach jongerenwerker in Alkmaar. Ja, ik bezoek even dit wijkcentrum waar een huiskamer is. Vandaag is het wel gesloten, maar toch zijn er dan vaak jongeren die even aan het chillen zijn. Ik kijk dan even of ik een babbeltje kan maken met ze. Ik ben nu onderweg naar het voetbalkooitje. Ja, je kent het wel, hier komen natuurlijk veel jongeren bij elkaar om even te sporten, te chillen. En dan kijk ik ook even of ik een balletje kan meetrappen met ze. Oeh, het is wel echt koud buiten hoor. Ja, vaak zie je dan dat jongeren zich even verplaatsen naar een plek met een afdakje. Of ja, waar het gewoon lekker warm is. Net als deze garage. Laten we kijken of hier wat jongeren zijn. Nou, kijk, bekende gezichtjes van mij. Ja, we hebben het hier gewoon even kort over hoe het gaat op school, werk en stage. Verder vraag ik of ik ze nog ergens in kan ondersteunen. En voor de rest laat ik ze gewoon met rust hoor. Nieuwe patas. Toch die jas die daar hangt. Nee, shoppen doen we niet tijdens werktijd. Maar je ziet vaak dat jongeren bij elkaar komen in het centrum. Omdat zo iedereen uit alle wijken naar het centraal punt komen. Dat is dan vaak de stad omdat het ook gewoon lekker gezellig is. Even een burgertje scoren. Nee, ik ga langs deze lokale ondernemingen omdat ik vaak de vraag van jongeren krijg: Mert, kun je me alsjeblieft helpen met het vinden van een stageplek? En zo kijk ik of er nog een plek is. Dat was hem alweer. Ciao!